Op de iPad en iPhone kunt u zowel de achtergrond van het toegangsscherm als het beginscherm aanpassen. Wij hebben nu het beginscherm van de iPad voor ons. Dat is de pagina met erop de apps. Het toegangsscherm ziet u wanneer u het apparaat aanzet of uit de sluimerstand haalt. U kunt beide schermen dezelfde afbeelding geven of elk een andere afbeelding. Tik op Instellingen en dan op Achtergrond. Tik nu op Kies een nieuwe achtergrond en maak nu de keuze uit een van de twee opties. Onder Apple Achtergrond kunt u kiezen uit de standaardplaatjes. Tik op de afbeelding boven Dynamisch voor bewegende beelden of tik op de afbeelding boven Stilstaand. Onder Foto's kunt u tikken op een map uit uw eigen collectie foto's. Wij kiezen voor een eigen foto, dus tikken op een map. Vervolgens tikken we op de foto die we willen gebruiken als achtergrond. Versleep hem eventueel een beetje met uw vinger, zodat de foto mooi in beeld komt. Kies of u deze afbeelding op het toegangsscherm, beginscherm of op beide wilt weergeven. Wij tikken op beginscherm. Met een druk op de thuisknop ziet u het resultaat.